Magali, wat doe jij in je professionele leven en in je vrije tijd? Ik studeer voor binnenhuis architect, maar in een vrije tijd schilder ik abstract en naïef. Ik gebruik vele kleur. Ik heb ook gehoord dat jij reservemeisje was, dat je normaal gezien hier niet in Turkije zou zitten, maar Derlien de Vos heeft jou toch gecontacteerd, hè? Ja, ik ben heel gelukkig met deze kans. Weet je ook waarom dat het andere meisje niet meer deelnam? Nee, ik weet het niet, maar het is voor mij een mooie kans. Waarom doe jij mee aan een misverkiezing? Het is de laatste keer dat ik kan deelnemen, want de kandidaat mogen niet ouder zijn, 22 jaar oud. En ik wil hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen. En wat is voor jou heel belangrijk in je leven? Wereldvrede, omdat veel personen lijden. Oké. Wel, ik wens je heel veel succes in die finale daar. En ik hoop dat je nog ver gaat schoppen. Ja, dank je.